Wil jij de 5 regels van de kring vertellen? Mohammed en Sebastian, luisteren jullie goed? Ja. De toeten op de en oud luiden, oud rijden en monden zit. Tinnen deden, dan wil iets eten. Heel goed. Timmy blij mee. Hé, hey, wat stoer dit, Lara. Kijk dan. Wow. Goedemorgen. Zullen we deze even zien? Waarom zit hij hier? Bij? Dat gaan ze dadelijk vertellen. Doe jij je gordel vast? Nou, wat is het? Goedemorgen. Agenske, wat denk je dat we aan het doen zijn? Wat denk je dat wij aan het doen zijn? Filmen. Bij de school? Ja. Is dat een bijzondere school? Nee, ik ga eerst naar de gewone school. En leren wat je moet doen. Maar gewoon leren, dingen leren. Dingen leren? Ja. En wat ga je vandaag leren? Dat weet ik allemaal niet. En ga je ook leren, om te praten? Ja. En weet je wat communiceren is? Daar ben ik nog niet mee bezig. Wat gaan jullie doen? Naar school. En wat voor soort school is dat? Een spreekschool. Wat is dat? Dat is dat je niet zo goed kan praten. We hebben het moeite met praten. Is een kringgesprek. Goed eet. Wat zeg je? Als iedereen goed eet. Als iedereen goed zit. Tot we allemaal praten over iets. Woordje leren. Woordjes leren. Oké. Wie had Flip de Beer mee naar huis genomen? Dobby. Jordi. En dan zit hij in huis. En waar is Flip de Beer nu? Thuis nog. Is hij nog thuis? Hoe je dat? We zwemmen bij oma. Flip de Beer gaan zwemmen. Kan dat? Ja. Nee. Kan dat? In een boot. Ja. In een boot? Ja. Flip ja. In een boot? Een oplaasboot. Een oplaasboot, zeg jij. En daar gaat Flip mee? Samen erin. Samen met Flip in een oplaasboot. Ach, ga je hier even laten, maar een beetje voelen. Doe even mama of papa. Dan doe even. En dan is het nu klaar. De ene dag is zo. En zo wat je. En moet zo even blijven. Jij vertelt nu hoe je een boot moet opblazen. Dat bedoelde Jordi niet. Een zwembad. Ja, hij bedoelde. Met Flip gaan zwemmen? In een zwembad. In een zwembad. Is dat misschien een opblaasboot in de tuin? Nee. Nee? Een zwembad onder de boot gezet. En zitten onder water.
Een zwembad. Nou, dan ga ik hem even tekenen hoor. Nou ben ik heel benieuwd. De flip-over gebruik ik om dingen uit te tekenen wanneer het niet helemaal duidelijk is voor andere kinderen wat het ene kindje bedoelt. En door een tekening maak je het dan net iets visueler, waardoor het kwartje dan wel valt bij een aantal kinderen. Dus er zit geen gras. Bij het zwembad is geen gras, maar stoeptegels. Wanneer komt Flip nu wel mee naar school? Als hij uit het zwembad komt, dan komt hij. Als die droog is, misschien. Als die droog is? Dan is die nat. Dat zou ook nog kunnen, ja. Of in de zon leggen, dan is die sneller, toch? Hoor je wat ze zeggen? Hoorde jij dat, Camille? Wat zei ze nou? Als in het zand zegt Flippy dat hij sneller droog. Wanneer is hij sneller droog? Als hij in de zon ligt. In de zon leggen, ja. Je moet hem in de zon leggen. Ja, op een verwarmer. Dan is hij sneller wakker. Ja, maar hoor je wat Camille zegt? Op het verwarmer. Op de verwarming. Ook een goed plan, ja. Kringgesprek staat eigenlijk centraal in de hele dag door. Het is een soort taalbad waar je de kinderen in brengt. Het belangrijkste is dan ook vooral de gespreksvaardigheden bij zo'n kringgesprek. Het luisteren naar elkaar. Het volgen vooral van elkaars onderwerp. Want dat blijkt vaak heel moeilijk te zijn voor dit soort kinderen. Dat is zeker een logopaal, die juf. Ja, die praat altijd met kinderen. Dat is een mevrouw en hij gaat van ons wel leren, van ze luisteren. Weet je nog, de dierentuin, daar leeft allemaal hele bijzonder. Ja, ik weet het. Weet je het? Dat weet ik alweer. Dat wil ik vergeten alweer. Zal ik hem erbij pakken uit jouw mapje? Ja. Misschien zie je het dan. Eens kijken, vorige keer hadden wij... Oh ja. Ja, dit is de gras. We hadden gras gemaakt, dat hadden we nodig. Gepraat over de... Boerderij. Nou, hoe wist je dat nou zo snel? Want als hij dan snel de bus heeft, dan is dan de boerderij. Nou, je hoefde alleen maar de bus te zien. En toen wist je het meteen, ja. Ja. Sterk voor zijn. Ho. Vorige keer hadden we hem ook al open gemaakt. Hè? Ik heb hier een foto. Wow. En op die foto staan alle spulletjes. Wat zie jij hier wat hier ook is? Zoek jij bijvoorbeeld de zak eens op? Ja, zoek hem hier eens. Ha, is het dezelfde? Nee. Kijk eens, is het dezelfde? Nee. Zou dit de zak van de foto kunnen zijn? Oh, ja. Ja, ik zie hier hetzelfde touwtje. Misschien zit er wel... Hooi. Hooi in. Of... voer voor de dieren. Ja, voor de kippetjes. Voor de kippen bijvoorbeeld. Misschien zitten er wel zaadjes in voor de kippen. Hier hebben we de wei en daar hebben we... Dat weet ik niet. Voor het koeien. Voor de koeien, ja. Drinken. Drinken, een drinkbak. Zullen we dat de drinkbak noemen? Ja. Oké, de drinkbak die moet naast de wei, dat klopt hè? Ja. De drinkbak is naast de wei. En dit is ook goed. De ladder staat ook al goed, ja. En nu? Dit is niet goed. Hé, wat hebben we daar? Ha. De kippetjeshooi. Een kippenhok. Ja, ik weet niet of het voor kippen is, maar we kunnen het wel een hok noemen. Zullen we dat een hok noemen? Ja. Ja, want hij kan open en dicht en dan kunnen ze niet weglopen. Een hok. Eeskin is een tweetalig meisje. Thuis wordt ook Turks gesproken. Maar ook het Turks is zwakker, dus het is een algemeen taalprobleem. Het heeft niet te maken met welke taal ze leert. Natuurlijk, omdat ze twee talen moet leren, vraagt dat al meer dan slechts één taal, maar desondanks, zowel het Turks als het Nederlands zijn zwakker. Wat het meeste opvalt is dat ze het heel moeilijk vindt om zich vlot te verwoorden.
Dus ze zoekt naar woorden. En dat is enerzijds omdat ze een hele kleine woordenschat heeft. En anderzijds de woorden die ze kent, kan ze moeilijk vinden. Bijvoorbeeld het voorbeeldje uit de oefening. Dat ik een konijntje voor haar hou en vraag van... Hey joh, wat is dit nou toch voor dier? Komt zij op kangeroe. En op zo'n moment weet ik niet zeker of ze het woord konijn dan niet goed ziet. Of ze niet goed ziet of het een konijn is. Of misschien denkt ze, ja, konijn, kangeroe, klinkt een beetje hetzelfde. En een kangeroe springt ook. Dus het zijn eigenlijk twee woorden met wat overeenkomstige eigenschappen. Waarbij het zomaar kan zijn dat zij in haar hoofd net het verkeerde woord eruit pikt. Ik ga dit doen. Wat heb je nou weer gevonden? Kangaroo. Een kangaroo? Ja, lijkt hij wel op, hè? Kijk eens. Een kangaroo is wel zo groot. Nee. En deze is maar zo klein in het echt. Dit is echt een oude beer. Ja. Maar hij doet het nog wel. Hé. Hey. Kijk. Hé. Hey. Laat je handen niet zingen. Het zit helemaal in. Dat zit er helemaal in, hè? Het oogje, hè? Ja. Moet je maar eens in zijn buik knijpen. Hé, hij komt eruit. Kijk, we moeten alleen hard knijpen. Ik zal het even voordoen, want het sop is een beetje weggezakt. Het is al een hele oude beer. Dus die moet ik altijd een beetje helpen. Oeh, knijpen. Kijk, en dan knijp ik nog een keer. Mag jij blazen? Goed zo. Hé, dat lukt in één keer. Wil jij eens knijpen? Hé. Hey. Alles kapot. Alles kapot. Ja. En poink. Alles? Kapot. Kapot. Doe maar met je vingers erbij. Kapot. Kapot. Goed zo. Dat was een grote. Ja. Op mijn arm. Alles. Kapot. Goed zo. Oh, dat zijn er veel. Kijk. Alles kapot. Alles kapot. Givano die heeft vooral articulatieproblemen. Hij is zeer moeilijk te verstaan. Hij heeft moeite met het aansturen van de klanken in zijn mond. En die zijn soms ook afhankelijk van klanken in woorden. Dus bij sommige woorden kan hij een k bijvoorbeeld wel zeggen. En bij andere woorden weer veel moeilijker, omdat er dan andere klanken in het woord zitten. Zo, jongens. Ja. Hé, ik wilde met jullie ergens over kletsen. Ja. En het gaat over iets uit de klas. Ja. Want met staal hebben jullie het over allemaal best wel leuke en geheimzinnige dingen. Ja. Ja. Ik kan er heel kort even iets vertellen waar staal over gaat. Vind jij? Over geheimen. Geheimen, ja, en... Kattenkwaad. Nou, kattenkwaad. Je wist het meteen. Die ga ik in het midden zetten. Ik vind het wel een leuk onderwerp. Lekker ondeugend. Hier bij onze voetbal waar je kan voetballen, dan had ik daar ook één keer gedaan. Kijk, een vliegtuig. Hij trapte erin. Hij erin trappen. Hoort ook bij kattenkwaad, hè? Weet je wat mij nou leuk lijkt? Nee. Nee. Om hier op school kattenkwaad uit te halen. Oké. Okay. Aankloppen en weg en ergens verstoppen en dan opeens tevoorschijn te komen. Ja. En waar gaan we ons verschuilen? In de wc. In de wc? Ja. En gaan we hard kloppen of heel zacht? Hard. Ze doen niks. Oh. Ik oefen met ze de woorden uit de klas van het taalprogramma Staal. Deze jongens hebben net wat extra herhaling nodig van de woorden, omdat ze de woorden minder gemakkelijk opslaan in hun hoofd. Voorheen hebben ze ernstige spraakproblemen gehad. Waardoor het woordbeeld, dus de klanken binnen een woord, moeizamer wordt opgeslagen. En middels dit spel, hè, dat helpt ze in ieder geval het woord goed op te slaan. Nou. Hi. Is het kattenkwaad gelukt of mislukt? Mis. Oh. Misschien heeft juffrouw Elke nog wel een tip voor heel goed kattenkwaad. Dan kunnen we bellen even naar de klas. Oké. En dan, wat zeggen we dan? Wie zijn we dan? Heb je enig idee? Nee. Nee? Oh, we doen alsof. We doen alsof. Dat hoort ook bij kattenkwaad, hè? Ik heb ook een goede. Wat zou jij denken? We gaan bellen en dan zeggen we niks. Dat kan ook. En dan weten ze niet wie er aan de telefoon is. Ja. Ja, dat kan ook. Dat we gewoon gaan praten. Dan gaan jullie dat met juffrouw Sophia doen?
Ja. Nu? Ja. Bij de wc is een cadeautje. Ja, ik heb een cadeau in de wc gepropt. Nee, je moet onmiddellijk naar juf Diana komen om wat te zeggen. 1, 8, 5. 5. Wat moeten we hier doen? Hallo, je moet gelijk naar juf Diana komen, onmiddellijk. Wat moet ik doen dan? Yes, ben ik niet blij? Waren jullie mij gewoon een beetje aan het plagen? Nee. Oh, en nee, waarom denk ik wat ik kwaad aan het doen? Het spelende wijs met ze bezig zijn maakt taal eigenlijk ongedwongen. En ze voelen minder spreekdruk en het maakt het vooral functioneel. Want het sec oefenen met de kinderen, ja, daarmee leggen ze niet meteen de link naar buiten de situatie hier. Dan hebben ze het oefeningetje goed gedaan, maar wat doe je er vervolgens mee, hè? En functioneel laat ze zien van, hé, als ik die vorm van taal, die woorden gebruik, dan heeft het ook echt een doel, is het ook echt functioneel. Dat is wel papa's en mama's. Mama of papa's. En oma. En oma. Is oma ook een ouder? De binnengroep, die krijgt een kaart. Jullie hebben allemaal speelgoed of een boekje. In deze oudercursus doen we altijd één keer rollenspel. We maken tweetallen. De ene persoon beeldt een bepaalde ouderrol uit. Bijvoorbeeld de tester of de entertainer of de ouder die meedoet of het drukke baasje. En de andere ouder gaat straks raden welke rol de ander heeft. En dit is geel. Dan maken we hier een toren. Daar een toren. Ja. Even kijken wat er weer was. Kijk maar. Tadaa. Gaan we doen? Twee gele blokjes. Ik denk rondjes draaien. Nee. Deze groot kunt pas niet. Ja, deze. Die gaat hard. Oh. Hang maar vast. En maak maar even een balletje. Hang twee klei. Hang maar even een mesje. Nee, de groene. Ja, ik heb liever de blauwe. Nee, maar even een groen mesje. Goed zo. Even doorsnijden, voorzichtig. Ja. Hoeveel heb je er nu? Twee. Dan mag je nog een grote maken. Ari, jij zat tegenover Sandra. Wat denk jij dat Sandra had? De ouder die meedoet. De ouder die meedoet. En wat was jij, Sandra? De ouder die meedoet. Als je kind in dit onderwijs komt, het is toch speciaal onderwijs. Dan vind ik ook dat je als ouder moet investeren in je kind. Dus ik denk dat het... Ik denk dat het verplichting moet worden voor ouders. Ja. Niet als verplichting, maar op een positieve, specialistische manier. De ouders betrekken dat ze toch deelnemen aan dit cursus. Ja. 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 Want je kan wel op een speciale school zitten, maar als je er thuis niks mee doet, dan houden talenten op natuurlijk. Daar hebben we nog niks aan. Ja, maar ik vind ook als je zo'n cursus doet, dat je dan inderdaad thuis verder kan gaan, waardoor het kind eigenlijk ook meer kan groeien. En het geeft plezier voor jezelf, maar ook plezier voor het kind. Want het kind krijgt meer zelfvertrouwen inderdaad. Van, ik word nu begrepen, waardoor die of hij of zij meer gaat vertellen. Roos zit op de spreekhoren omdat ze slechthorendheid. En daar zijn we eigenlijk gaandeweg een beetje achtergekomen. Ze heeft een hoortoestel en ze heeft ook last gehad met spraak- en taalproblemen. En uiteindelijk merk je op een reguliere school dat dat dan een probleem gaat worden. En dat is de reden dat ze dus overgestapt is naar de spreekhoren. Vandaag tweede les apenkooi. Eerste ronde. Twee tikkers. Ricky samen met Roos. Het is gewoon ook voor ouders best een stap om om echt die drempel over te gaan van regulier onderwijs naar speciaal onderwijs. Dat hoort ook bij dat accepteren, dat je dus voor jezelf het gevoel hebt dat een,
speciale school dusdanig speciaal is dat het ook echt een issue is voor de kinderen en voor je als ouder. En ook voor je omgeving. Dat je denkt van, goh, hoe kijken ze daar tegenaan? Hoe gaat Roos dat vinden? Hoe gaan wij dat... Maar dat wordt gaandeweg zo normaal. Er zit wel een bepaald vooroordeel in eigenlijk dat je... Je kinderen gaan met busjes naar school, wat wij niet gewend waren. Roos ging in het begin ook naar school met busjes. Dat is echt eventjes een knop omzetten. Daar ben je heel snel aan gewend, maar dat is van tevoren kijk je daar al, toch wel een beetje ja, met een raar gevoel ja, naartoe eigenlijk. Dat is wel, ja, het is wel een ding. En Roos, die zei letterlijk tegen mij, nu heb ik echt dusdanig veel zelfvertrouwen gekregen dat ik alles aan kan. En dat is wat je als ouder wil. Lars. Kun jij vertellen wat een leerkracht is? Leren. Hé, hey. Jij zegt iets met leren. Zal ik toestellen? Wat zeg je? Zal ik toestellen? Een fototoestel. Dat is eigenlijk juffrouw en meester. Wat is jullie verwachting van het kamp? Welk werkwoord zit daar een beetje in? Verwachten. Knap, meid. Verwachten. Is het dan al gebeurd of moet het nog gebeuren? Moet het nog gebeuren. Annemarie? Verwachten is ook, je doet er een beetje ja, speculeren over. Wauw, speculeren, dat vind ik een fantastisch synoniem. Speculeren, dus een beetje, ja, het kan alle kanten op zo. Hier krijgen de kinderen kans om spreekinitiatieven te nemen. Om beurten te krijgen. Veel meer dan natuurlijk op een basisschool. Wat is speculeren? Ik snap het niet. Vraag maar aan Annemarie. Ja, je noemt allemaal dingen van spoken. Ja, van alles eigenlijk. Dus dan ga je daarover praten, maar dan weet je het nog niet zeker. Je weet het nog niet zeker. Heel knap, Annemarie. Het gesprek is niet een vrijblijvend gesprek over dat je bij opa en oma bent geweest of dat je bij de kermis bent geweest. Maar jij als leerkracht zult ervoor moeten zorgen dat je een rijkere taal aanbiedt. Dus je moet eigenlijk op een net iets hoger niveau gaan zitten dan waar het kind mee komt. Dat kun je doen door bijvoorbeeld synoniemen te gebruiken en dan kijken, reageert het kind? Begrijpt hij me nog? En aan gelaatsuitdrukkingen van kinderen zie je vaak al van, nou, hij begrijpt echt niet wat ik nu aan het vertellen ben. Als je terugkomt van de spooktocht, dan zijn er kinderen die willen graag naar bed. Maar er zijn ook kinderen die zeggen, wauw, ik wil de nachtfilm zien, ja. Joh. Ja. Leuk, joh. Yes. En aan de nachtfilm, dan zie je ze zitten, hoor. Waar film is dat, hoor? Slaap vallen. Ja. Oh. En dan op een gegeven ogenblik, dan kiezen ze eieren voor hun geld. Ja. Vera? Ja. Gaan ze toch naar bed of blijven ze kijken? Wat denk je? Ze kiezen eieren voor... Ze gaan naar bed. Ze gaan dan naar bed. Ze denken, oh jee, dat hou ik niet vol. En een aantal jaren geleden zijn we gestart om eerst in de hogere klasse... om kinderen te laten debatteren met elkaar... Omdat kinderen in de gaten moeten krijgen van... hé, kan ik nu de beurt nemen? Hoe moet ik reageren op die andere? Ik moet hem aankijken als ik tegen die ander praat. Kan ik wel argumenten gebruiken of verzinnen of bedenken... om die ander te overtuigen? Want dat soort zaken zullen ze in hun latere leven veel meer nodig hebben... dan nou, of ze nou wel het juiste lidwoord ja of nee gebruiken. De stelling is... Leerkrachten mogen foto's van leerlingen op Facebook zetten. Als die foto op Facebook komt, dan kan er ook nog andere mensen, die kunnen er naar kijken. En dan gaan ze kijken, oh dat kind, dus dan ga ik naar dat kind zoeken en dan kan ik hem misschien wel meenemen. Je kan er ook een code opzetten, dat niemand het ziet, alleen vrienden van jou. Wat een kindje bedacht. Ja, ga maar staan.
Mijn vrienden die kunnen dan naar andere vrienden delen en die kan dan naar anderen. En dus zo kan het op de hele wereld komen. Je hebt niet zomaar stomme vrienden die je vertrouwt. Je hebt gewoon echt vertrouwde vrienden die dat nooit doen. Oh ja, ja, dat is waar. Want als je vertrouwt erop dat de mensen die je hebt geaccepteerd, dat die dat soort dingen niet doen. Die gaan de foto's niet doorsturen. Oké, Laurens, jij hebt gelet op de groep die het eens was met de stelling. Ja, wacht goed op zijn beurt. Dat doen ze echt de hele groep. Ja, daar hebben ze goed op gelet deze keer, hè? Ja, vond ik ook echt super knap van jullie. Dani, ik ben benieuwd hoe deze kant deed. Ging goed. Ja? Ik vind dat Niek veel praatte, dat hij geen anderen de beurt ging geven. Want er stonden anderen op en Niek stond op, maar Jesse ook. Ik zei tegen Laurens, kijk, Niek kon ook Jesse een beurt geven, want ik heb die vaak niet zo vaak gehoord. Oh ja, jij vindt dat je er ook niet alleen moet opletten dat je zelf iets vertelt, maar dat je ook moet opletten dat je niet heel de tijd aan het beurt bent, zodat anderen niks kunnen zeggen. Ja, dat is wel een goede tip van jou. Hey, Bastiaan, Kibra. Dag meneer Martin. Heb je een nieuwe bril? Ja. Oh, dag hè. Doei. Bijvoorbeeld wij, als het dan wel goed luisteren is, dan staan er leerlingen, kinderen. Bijvoorbeeld een kleuter, die leert wat je doet en je leert ook veel. Ik heb op de spreekkamer gezeten omdat ik dysfatische dyslexie heb. En dat heeft mijn moeder ook, dus toen kwamen we eigenlijk vrij snel achter dat er iets niet zo was dat het eigenlijk moest. Dysfatische dyslexie is dat je bijvoorbeeld, ik noem maar wat, je ziet een boom, alleen je weet op dat moment niet meer hoe het heet. Je merkte zeker wel dat je anders was dan anders, ja. En toen ik naar de spreekkoren ging, toen merkte ik van, ja, iedereen heeft wel wat. Ik had ook een kindje in de klas die slechthorend was. Dus iedereen begreep elkaar ook. En als jij op een normale, reguliere school zit, dan merk je zeker wel dat je anders bent, ja. Ook vooral jezelf zijn. Want toen kon ik mezelf natuurlijk echt wel ontplooien in wie ik was. Want dat kon dan, dat werd gerespecteerd. En veel geleerd. De overgang van de spreekkoren naar het Senneland was voor mij niet leuk. Want je wordt natuurlijk als een hele beschermde school, word je in één keer neergezet op een hele grote school, een grote klas. Mensen die geen problemen hebben met taal of slechthorend zijn of wat dan ook. Dus dat voor het eerste jaar was voor mij echt een dramajaar. Ja. Je moet net even iets meer je best doen dan andere mensen op school. Want daarna ben ik naar het Senneland gegaan en daarna naar de kapsopleiding. En dan merk je wel dat je het net iets meer moet leren. Net iets meer moeite heeft met bepaalde dingetjes. Maar goed, mijn ouders die hebben ook altijd een kapsalon gehad. En van kind af aan had ik al zoiets van, oh, dat wil ik ook. En daar heb ik gewoon alles voor gedaan dat ik dat ook kon gaan doen. Goed, als ik mailtjes moest schrijven voor mijn werk, goed, er komen natuurlijk meer dingen bij kijken dan alleen het knippen. Maar daar heb ik gelukkig alle hulp van mijn vader en mijn moeder erbij. Dus dat is, en mijn zus, die helpt me ook altijd. Dus ik heb geen klagen dat ik geen hulp krijg als ik ergens mee zit. Ik heb natuurlijk ook nog mijn dromen die ik graag wil. Dus inderdaad nog gewoon een grotere salon en daaruit natuurlijk steeds verder groeien. Dus dat is sowieso wat nog wel op mijn lijstje staat, ja. Ja, mooi. Ja? Ja. Alsjeblieft. Hoi, opeens zat je bij ons al 40 kinderen in de klas. En dat was wel druk, dus ik kon helemaal niet werken en zo. Dus ik moest iedere keer naar een apart kamer.
Op de gewone school durfde ik niet heel veel nee te zeggen. Omdat ik gewoon dacht, waarom moet je nee zeggen? Je kunt het toch ook anders doen. En daardoor heb ik niet heel veel vragen kunnen stellen. Daar was ik gewoon te bang voor. En dat heb ik hier weer kunnen... Hier heb ik dat wel kunnen verbeteren. En nu stel ik gewoon vragen en ben niet bang dat ik vragen stel. Of uitgelachen word dat ik vragen stel. En dat is gewoon heel fijn. Er was iets met mijn taalstoornis. En dat was heel moeilijk, want ik kon de verleden tijd, die vond ik heel moeilijk om te zeggen. En toen moest ik naar de spreekkamer. Ik had, toen ik op de andere school zat, had ik in mijn vrije tijd logopedie. En dat vond ik eigenlijk niet leuk, want dan kan je niet afspreken. En dan is helemaal niet leuk. En nu dat dus thuis, school. De laatste jaren heb ik het steeds minder. Dus ik ben nu bijna nooit meer op logopedie. Het is ook eigenlijk niet zo heel veel meer nodig. Vroeger had ik soms wel zo'n koptelefoon op, dat je niks hoort. Dan kan je gewoon zelfstandig werken. En nu gaat het wel beter, maar je hoort nog wel wat die kinderen. Dan zitten wij daar met te werken en daar spelen. Uiteindelijk krijg je steeds meer zelfvertrouwen. Je weet steeds meer wat je klasgenoten en hoe ze met elkaar omgaan. En dan wordt het echt steeds makkelijker. Dat ik lang leef en dat ik een goede toekomst heb. Ik wil later iets met mama doen of kinderen. Een vrouw te zoeken en goed eten en drinken. Ik wil eigenlijk later iets met dieren doen, omdat ik heel veel van dieren hou. Een naastenliste. Ik wil graag studeren en trainer worden voor voetbal. Dat ik voor ziektes wil helpen te bestrijden. Dat ik een mooie vrouw krijg. Twee mooie kinderen. Juffrouw te worden later en om moeder te worden. Dat er nooit meer oorlog komt. Vrachtwagenchauffeur wil ik eigenlijk zelf het liefste worden. Mijn droom is om te studeren en een zuster te worden. Om een goede band te krijgen later en een gelukkige familie te maken. Ja, ik vind het gewoon leuk om met dieren te werken juist. Ik wil later een baan bij de media.